Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van Huis Flipper. In ieder geval, een gloednieuwe aflevering. De eerste aflevering van Huis Flipper. Ik heb al een paar scenario's, heb ik al gespeeld. En het is een fantastisch spel, is het. We gaan beginnen. Het is echt een super leuk spel. Dus laten we niet wachten en laten we gewoon gaan beginnen. Nou, deze is, het is een onkruidje. Hoe deed dat ook weer? Nee. Ja, moet die hebben. Ja. Zo, hoppakee. Al onkruid weg. Zo. Even al het onkruid even verwijderen. Zo. Even al het onkruid eventjes tussenuit gooien. Zo. In ieder geval, laten we naar binnen gaan. Gaan we naar de laptop gaan we. En in de laptop heb je e-mails. Nou, deze vond ik wel ontzettend leuk. We gaan een reactie gaan we behandelen. Nog even overnieuw. Van Peter Poffermans. En Peter Poffermans stuurde mij een e-mail met de titel Kleintje onderweg. Hallo. Mijn mooie vrouw is eindelijk zwanger geworden. En nu zijn we druk bezig als nooit tevoren. Hoewel ook heel gelukkig. Ik heb geen idee waar ik mijn handen in moet steken. Er moet zoveel dingen gedaan worden voordat mijn prinses geboren is. We weten dat het al 100% zeker een meisje zal worden. We hebben een schattig huisje gekocht voor ons drieën. Helaas moeten we het goed schoonmaken en een kamer voor het kind klaarmaken. Ik hoop dat ik het schoonmaken van het huis aan jou kan toevertrouwen. Ik wil je ook vragen om een kamer voor het kind klaar te maken. Om een kinderbedje te kopen. Een luie tafel, oftewel een commode. Misschien wat speelgoed. Ik reken erop. Voordat. En het is noodzakelijk om de muren in de kamer van ons prinses in helder roze te schilderen. Met voorbaat dank voor je hulp en gegroet. Binnenkort gelukkige papa Mark Maardelje. Zo, hallo, goeiedag. Maildelko of zoiets. Nou, in ieder geval, wij accepteren deze challenge. We gaan dat doen. Dus druk op accepteren. Juist. Nou, en dan gaan we starten, jongens. Ik had net al een paar huizen had ik al gerepareerd. Ik moest ook een tuin moest ik helemaal inrichten. Dat had ik ook gedaan. Van harte gefeliciteerd. U heeft een nieuw gereedschap ontgrendeld. Vanaf nu kunt u dus muren met een verfroller schilderen. Het enige wat u hoeft te doen is de tablet gebruiken. Om verf te kopen natuurlijk. Ja. Nou, we gaan naar binnen. Zo. Het begint nog gelijk. In de gang begint nog gelijk de troepbal. We gaan eens even kijken. Jeetje, wat hebben die mensen er een puinhoop van gemaakt, zeg. Of in ieder geval, niet de mensen die papa en mama worden. Maar degene die daarvoor hier gewoond heb. We gaan eerst eens eventjes, die moeten we hebben. Zo, we gaan eerst eens even schoonmaken. Het is een beetje raar dat je ook de wastafel kan schoonmaken met de bezem, maar goed. Dat maakt niet zo heel erg veel uit, maar we gaan eens even wat rotzooi opruimen. Het is een troep hier, oh. Ongelooflijk. Zo, dit is even helemaal schoonmaken. Kijk eens, jongens. Oh, wat een puinhoop, zeg. Hey. Jeetje, moet je kijken. Wat een enorme puinhoop. Juist, ik wil zeggen. Nou, ben ik dit allemaal niks aan het schoonmaken en dan lukt dat niet. Eens even kijken. We gaan dit eens even schoonmaken. Zo. En dan gaan we dit even schoonmaken. Dit wil ik schoon hebben. Dit wil ik schoon hebben. Dit wil ik allemaal schoon hebben. Dit wil ik allemaal schoon hebben. Dit wil ik allemaal schoon hebben. Zo. Nou, dat kan dus niet schoonen zoals het al was. Goed. We gaan in ieder geval. Dit gaan we even opruimen. Eens even de. Die pakken. Dan gaan we dit allemaal even opruimen. Dus allemaal puinhoop allemaal. Oh, we gaan gelijk het bed even opmaken. Jeetje, wat een puinhoop hebben die mensen ervan gemaakt. Verschrikkelijk zeg.
Wat een verschrikkelijke puinhoop. Nou, dan gaan we even de bezem maar even gebruiken. Om alles even lekker schoon te maken. Het ziet er niet uit hier, hoor. Het is echt één grote puinhoop. Zo. Dan gaan we deze even schoonmaken. En dit. En dan moet ik ook even de randjes bij de muren moet ik even schoonpoetsen. Zo. Nou. Nou, het schiet niet op. Oh ja, ja. Nou, dat is het al gelukt. Goed zo. Dit is in ieder geval allemaal een beetje opgeruimd. Dit is ook allemaal opgeruimd een beetje. Dit is 62%. Hoe kan het dan dat dit 62% is? Terwijl ik alles al schoongemaakt heb. 67. Oh, het helpt wel. Kan ik deze rare vlekken niet schoonmaken? Nee, dat gaat niet. Oh, hier. Oh. Kijk. Oh, dan moet ik even het raam wassen. Dat is ook heel belangrijk. Ik moet het raam even schoon te wassen. Zo. Hoppa. Hop. En dan moet ik dit randje echt niet vergeten. Het randje moet even cleanen. Zo. Hop. 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 En kijk eens, jongens. Een hele mooie, een heel mooi raam in ieder geval. Het is weer lekker schoon. Wat is dit voor apparaat, joh? Oké, dit is allemaal wel best. Ik zie hier nog. Ik zie daar nog rotzooi liggen. Precies bij die hoekjes. Zo. Oh, ik zie hier nog wat. Dat is denk ik een heel groot gedeelte daarvan. Juist. Kijk, daar zitten we al bijna op. Juist, de badkamer is klaar. Mooi. Slaapkamer is 74% schoongemaakt. We moeten dus ook nog het een en ander doen. Oh, ik moet ook even het raam zemen. Zo. 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 En zo. Kijk. Dat raam is ook schoon. Dan zullen we dit raam ook even zemen. Dat is ook smerig hoor. Dat is volgens mij al 36 jaar niet gedaan of zo. Dat ziet er niet uit. Maar goed, we gaan dit raam ook even schoonmaken. Ja, ik wou zeggen, dat raam is er ook schoon. Nee, het raam hoeft niet aan de binnenkant. Oh, dan kijk ik nog. Kijk nou, joh. Kunnen we ook nog even openzetten? Zo. Beetje frisse lucht. Zo. Hoppakee. Nou, wat hebben we hier dan nog verder schoon te maken? Want ik zie. Oh, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh ja, dit was ook nog vies. Zie je wel. Dit was vies. Ja, verder is het volgens mij wel aardig schoon hier, hoor. Maar 84%. Als ik nou eens die... Nee, als ik nou eens die deur sluit. Nee, daarachter zitten geen vieze hoekjes meer. Nee, ook niet. Dan gaan we hier eens even kijken. Oh, deze kan ik niet open. Oh, ik zie het. Ik zie het. Ik zie wat. Ik zie wat.
Hoppakee. En ik zie hier nog wat. Dat is 93. En wat zie ik nog meer voor troepelegje? Oh, ik zie nog meer. Wacht even. Leggen we eerst even dit tafeltje. Pakken we even beet. Leggen we heel even hier neer. En dan kunnen we met de bezem kunnen we dit schoonmaken. En het is gedaan. Nou, dan gaan we deze weer terugzetten. Oh, het snel. Hier, oh. Zo. Hé. Jezus. Zo, is hier een bom gevallen of zoiets? Jeetje, zeg hé. Nou, degene die hebben het wel echt heel erg smerig achtergelaten hoor. Nou, we gaan eerst even deze doen. Zo, en dan gaan we dit even opruimen. Zo. En dan gaan we dit even opruimen. Dan gaan we dit even opruimen. Hup, ik ga gewoon even op de bank staan. Zo. Hoppakee. Dit even schoonmaken allemaal. Zo. Zo. Hup. Hier. Dit moet weg. Dit moet ik schoon hebben. 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 90. 90. Ja, ik zie nog wat. 93. Gaan we even die ramen even schoonmaken. Gelijk even. Ja, dat is wel heel duidelijk verschil. Oh, wacht even. Ik laat een klein steekje overstaan. Zo. Ik heb ook nooit geweten dat een ramenzeem het geluid van een stofzuiger maakt, maar goed. Zo. 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 Die ook. Nee. Juist, die is ook schoon. Die is ook schoon. Oh, wacht even. Die moet ik ook nog schoonmaken. Zo. En dan E. Dan ben ik benieuwd of dat ramenzeem ook bij de schoonmaakwerkzaamheden hoort. Nee, dat hoort niet bij de ramen. De ramen hoort niet bij de schoonmaak. Dus we moeten nog een en ander proberen te schoonmaken. Maar waar? Maar waar? Meestal heb je ook wel eens dat het. Pak er die beet. Nee, dit is wel aardig schoon. Ik zie hier geen vel. Hoe zit dat precies? Even kijken. Nou, deze krijg ik niet beter dan 96%. Oh, ik zie het al. 99%. Wacht even, dan ga ik eerst even die weghalen. Die zet ik even hier neer. Ja, die bankstel die gaat even een stukje naar voren. Kijk, dan kan ik hier even kijken of dat
hier nog wat vuil is. Nee, niks. Nee. Ja, hij is schoon. Kijk. Wat bedoel ik? Nou, dan zetten we. Pakken we weer even die bank. Pakken we weer even beet. Nou, waar is dit? Nou, op. En die zetten we hierin. Ja. En dan gaan we. Hier hoeven we in ieder geval niet meer te wezen. Dat moet ik wel zo. Hey, hier hoeven we ook niet meer te wezen. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon alle ramen en dingen. Zet gewoon over. Oh, hier, dit is dus de kamer waar de kinderkamer komt. Dit is dus ook schoon. Dat was de slaapkamer. De gang is netjes. Dan gaan we hier beginnen met opruimen. Zo, even alle puinhoop opruimen. Zo, hop, hop. Hop, 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 hop. Bezem. Zo. Dit even schoonmaken allemaal. Even kijken, die schoonmaken. Dit maar allemaal schoon. Oh, ik zie nog steeds zwarte plekken op de muren. Zo. Zo. Dit is ook allemaal schoon. Dit is even allemaal schoonmaken. 89% is schoongemaakt. Zo, 92%. Wat is er dan nog vies in dit huis? Dit vervloekte huis. Even dicht, dan kan ik het wat beter zien. Kunnen we die kast niet even beet pakken en even ergens anders neergooien? Nee. Juist. Juist ook. Oh, ik zie het al. Zo, hoppakee, die is schoon. Dan pakken we even die muur die we even beet. Dat zetten we gewoon even ergens hier neer. En dan moeten we... Oh jezus jongens. We moeten een wieg kopen. Een boekenkast moeten we kopen. Een kast met een commode. Een poef. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan eerst even... Oh, we hebben nog geen ramen gewassen trouwens. We hebben trouwens nog geen ramen gewassen. Ga ik eerst eens even doen. Kijk eens even een beetje frisse lucht. Even open. Ja, ik denk dat we als beste, als eerste een lekker verfje kunnen gebruiken. Dus dan gaan we even naar de laptop. En dan wil ik een, die wil ik hebben. Een elletje. Laten we die maar nemen. Oh, dat is ook leuk. Oh, nee joh. Nou heb ik er twee gekocht. Vasthouden en wissel naar verven.
Ah, ja. Ik snap hem helemaal. Hop, dan gaan we lekker over dat geel heen. Gaan we dat lekker helemaal roze maken. Kijk, dat gaat best snel. Nou, waarom doet hij dat nou niet? Oh, ja, dan moet ik natuurlijk eerst weer in de verf natuurlijk. Zo, nou kan ik die moeite schilderen natuurlijk. Eens even kijken. Oh, dan moet ik hem natuurlijk eerst weer in die verf dopen. Oh, zonde nou, hè. Zo. Oh, hij is nog niet helemaal compleet. Hoe is het daar indopen? Oh, zeik het, hoe wil je dat? Kijk, eigenlijk die kast zou ik eigenlijk even moeten, kan ik die kast niet even verplaatsen, kan ik er wel wat makkelijker bij, zet ik die kast zet ik wel even hier neer, zo. Hey, ik heb een nieuw skillpunt erbij. Zit al op 32%. Dat kan ik gewoon niet verven dat. En dan een beetje hier neerzetten, want dat is nog makkelijker. Zo, dan zetten we even hier neer. Hoppa, die is ook paars, of roze bedoel ik. Die is ook roze.
alleen nog even dit. Hey, ik ben goed bezig. Voor mij heb ik weer iets vrijgemaakt. Even kijken hoor. Zo. Zo, nou, het is helemaal roze. Dan gaan we dus dingen kopen. Ik moet een wieg hebben. In ieder geval, eens even kijken. Daar gaan we naar. Wat heb ik allemaal nodig? Ik heb die nodig. Kopen. Wiegie. Wiegie, die zet ik gewoon lekker. Ja, zet hem gewoon lekker hier neer. Zo. Ik zou de wieg er gewoon hier neerzetten, zo. En dan zou ik een... En dan zou ik dus... commode... Oké, nou, je kunt het kussen kun je ook nog een speciale kleur hebben. Dan neem ik een roze aankleed kussen. Zo. Dan heb ik geleerd dat je met deze... Hem kan draaien. Zet ik zo neer. En wat hebben we dan nog meer nodig? We hebben volgens mij alles al. Even kijken hoor, wat had ik nou nog meer nodig? Die had ik nodig, een boekenkast. Jeetje, waar kan ik die boekenkast dan weer kwijt, joh? Misschien als ik deze gewoon zo zet. Zo. En een poef kopen. 1, 2
En ik ben compleet, jongens. Nou, dit was het. Dit was al... het ging nog wel vrij makkelijk. Beetje schoonmaken, een beetje geschilderd. Nou, ik ben wel tevreden over het resultaat. Ik moest alles schoonmaken, hier heb ik dus ook nog wat extra dingen moeten doen. Ik moest schilderen. Ik moest een commode kopen, een boekenkast en bij poeven moest ik kopen en een bedje. Dus nou, ik ben tevreden. Nou, dan gaan we dus... even kijken, wat heb ik? Die heb 100% volbracht. Mooi. Nou, hoppakee. Nou, dan kunnen we nog een keer het resultaat zien. Dit is dus de babykamer geworden. Ja, slaapkamer zag er zo uit. En dit is dus de babykamer nog een keer. En dit is de woonkamer. Nou, en dan hebben we dus weer wat geld verdiend. Als het goed is gaan we nou weer terug naar... mijn eigen hele kleine huisje, want ik heb nog maar een heel klein huisje. Je kan ook later kun je grotere huizen kopen. Maar dan moet je dus eerst heel veel geld hebben. Ja, we zijn weer terug. In ieder geval, dit was in ieder geval de allereerste aflevering van House Flipper. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het wel, ik vond het wel heel erg grappig, vond ik het. Dus ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer leuke content en meer House Flipper. En duim dus omhoog. Abonneer dus als je dat nog niet gedaan hebt. En druk op belletje, want dat is ook heel belangrijk, hè? En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. En tot de volgende House Flipper. Dit was dus de allereerste aflevering van House Flipper. Ik hoop dat er nog een heleboel leuke video's van dit geweldige spel. Want ik vind echt een geweldig spel, vind ik het. Dat er meer video's van dit spel komen. Groetjes en tot de volgende. Bye bye. Hoi.